Hallo dag iedereen, welkom bij dit nieuwe filmpje. Deze keer schrap ik 6 foto's. Is niet van mijn gewoonte, maar ik wou deze 6 foto's van de slapende kleine poesjes op 1 pagina. Ik heb mijn achtergrondvel reeds gekozen, dat met die sterretjes vind ik echt een prachtig vel. En deze 2 andere papieren mogen ook op de pagina. Ik scheur er een rand af en je ziet mij aan de achterkant ook scheuren. Dit doe ik omdat ik soms vind dat die witte rand te breed is. En als ik dan er nog een stukje langs de andere kant afscheur, is die smaller. Dit doe ik ook met het roze papier nadat ik er de foto's heb opgekleefd. Met bruine distress inkt, Gathered Twigs, breng ik een distressrandje aan, een kleurtje. Deze papieren kleef ik op een andere manier aan elkaar, zodanig dat ik nog een stuk van dat prachtige sterretjespapier kan bewaren. Zo, dan afsnijden op 12 inch en ik heb mijn pagina. De DreamCut file zat reeds gesneden in de kit. Dit is trouwens de start van een nieuwe kit. Dit is de DreamKit van DLS Design. De vorige heb ik volledig opgeschrapt. En ik wil die Dream, zoals ik nogal heb gedaan bij cutfiles, bekleven met papier. Ik had eerst designpapier uitgekozen, je ziet het daar nog liggen rechts. Maar ja, toen dacht ik, oh, ik heb ook een cardstock paperpad. En ik vond dat de effen papiertjes beter pasten in de cutfile. Soms komt er zo nog een klein randje van onder piepen en dat knip ik eraf. En zo ga ik verder met het hele woord te bekleven. Voilà, het is al bekleefd en ik heb er ook 3D foam onder gehangen, zodat het woord een beetje hoger komt van de pagina. Op deze pagina breng ik heel veel die-cuts aan. Je zal het merken, maar ik vind de die-cuts in deze kit ook wel heel leuk. De cirkels onderaan wil ik niet volledig. Ik vind ze een beetje te groot zo. Ik wil een halve cirkel en dan knip je er gewoon een stuk af. Van die-cuts moet je echt ook wel durven knippen. Het is niet omdat het in een cirkel komt dat je dat als cirkel moet gebruiken. Hier ben ik nog een beetje aan het twijfelen welke halve cirkel ik ga gebruiken. Ja, het moet soms... Ja, ik ben soms een beetje kieskeurig, hè. Takjes heb ik geprobeerd. Nee, ging niet, paste niet. Dus heb ik de woordjes erbij gehaald en die pasten heel goed.
bij de kit zaten er ook siliconen woordjes. Je ziet me nu de bovenkant van dat kaartje knippen. Dat is enkel en alleen omdat ik het makkelijker terug in de verpakking zou krijgen. Heeft geen andere bedoeling. Die siliconen woordjes zijn heel dun. Vind ik heel leuk. Dan, ja. Anders ligt dat daar zo een halve centimeter op uw pagina. Hier niet. Ook stickers, woordjesstickers of zinstickers wil ik aanbrengen. Maar bij stickers heb ik dikwijls het probleem dat ik ze te hoog vind. Er is te veel wit rondom het woord. Dus kleef ik ze eerst op een restje wit kartstok, kan zelfs een andere kleur zijn. En zo kan ik ze makkelijker verkleinen, omdat het steviger is. En natuurlijk de dotjes. Dit zijn nog oudere stickers van de Flanee-kit. Goh, is dat van voor? Ik denk dat dat al 2 jaar geleden is. Ik durf het eigenlijk niet zeggen hoe oud dat die al zijn. Maar je ziet, stickers zijn tijdloos. Je kan ze blijven gebruiken. Soms is het moeilijk om de juiste plaats te vinden, toch voor mij, voor mijn dotje. En dan leg ik de dot op de punt van mijn mes en kan ik zo de plaats beter bepalen. Zo kan je ook je dotje verplaatsen, krijg je het er nog makkelijker af. Dit zijn kleine sterretjes dat er ook bij zaten. Ik heb me echt laten gaan hier met de die-cuts. De cutfile wil ik een beetje dikker. Ik gebruik Glossy Accents. Als je mijn vorige filmpjes hebt gezien, weet je dat ik dat heel graag gebruik. En dat creëert zo een dikker blinkend laagje. Glossy Accents is eigenlijk een lijm, maar ik laat die gewoon opdrogen en dan creëer je dit effect. En kijk, het is al klaar. Hier zijn nog enkele detailfoto's. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Dag!